welkom bij deze nieuwe video. Deze video gaat eigenlijk over de nieuwe collectie van Essen Linte Zomer 2023. Ik heb een aantal dingen gekocht. Ik heb eerlijk gezegd niet de hele collectie gekocht. Ik heb een aantal dingen gekocht en die wil ik samen met jullie testen. Maar voor ga ik beginnen, ik heb een aantal dingen ook gekocht. Die heb ik echt heel hard nodig. En ik was altijd op zoek naar soort pakjes of iets voor mijn kwasten. Om mijn kwasten daarin te doen. Ik heb een hele kwastencollectie waar ik maak altijd gebruik van. Maar die zit in een soort tasje. Zoals jullie zien. En dat is niet handig. Iedere keer moest je het helemaal open en al die kwasten uit elkaar halen. En dan weer in schoonmaken en daar weer in doen. Dus die kwasten die zijn echt heel veel. Een hele collectie. Ik ga even laten zien. Is helemaal deze. Helemaal vol met kwasten. Sommige heb ik daar weggehaald. En ik denk van nou, die kwasten moet ik iedere keer weghalen. Weer schoonmaken. Weer daar in deze tasje. Dus is heel moeilijk. Heel ingewikkeld. Iedere keer is een... soms heb je haast en je was snel klaar mee. En dat duurt heel veel. Ben je echt heel lang mee bezig. Dus ik dacht, nou, wat ga ik doen? Ik heb zo'n bakje bij Blokker gekocht. Eerlijk gezegd, ik had zo'n bakjes in mijn badkamer. En deze heb ik gekocht bij de Blokker. Die heb ik net gekocht. En deze bakje is echt... Het kost 19 euro, geloof ik, of 15 euro, zoiets. En wat vind ik leuk van die bakjes... Is heel makkelijk te schuiven. Is makkelijk om alles... Makkelijk te verdelen daarin. Zit een aantal vakjes erin. Kijk eens aan. Dit is hem. Ik ga even deze briefje ook een beetje. Deze ook een beetje weghalen. Misschien is het duidelijk te zien. En zo zit hij van binnen. Ze verdeelt in vakjes. Deze kan je weghalen. En hier kan je hem ook nog kleiner maken. En hier kan je de kwasten verdelen. Dus ben ik blij mee. En heel handig om te hebben in huis voor... voor je make-up, voor je kwasten, voor alles is echt heel verdelig. En is heel makkelijk ook, je kan hem altijd zo sjouwen naar de badkamer. Alle kwasten schoonmaken en dan weer alles daarin terug. Is fantastisch. I love it. En wat heb ik nog meer? Ik heb deze Lash Glow. Heb ik bij de Kruidvat gekocht, eerlijk gezegd. Ik heb hem nog niet gebruikt, dat is echt nog niet nieuw. En die ga ik nog een keer, andere keer testen. Maar wat heb ik eigenlijk? Heb ik de hele collectie, of aantal dingen van de collectie van Essen gekocht bij de Booty Shop. Kijk eens aan, het is heel een kleine doosje. Wat is jammer, heb ik hem open en viel helemaal uit elkaar. Dat is één. En als ik doe hem open, kreeg ik eerst deze kaart. Ik vind hem een heel leuke kaart. Kijk, samen van de Boozy Shop kreeg je daarbij. En wat zit erin? The best things come in card picking. Kijk, samen. Dat is hem. En daarachter staat iemand heeft zijn handtekening. En ik weet niet wie heeft het ingepakt volgens mij. Die heeft de spullen ingepakt. Die heeft deze zo gedaan. Heel mooi. Heel netjes. En boven zat de Boozy Shop. Ik kan de Boozy Shop. Ik bestel een aantal haarproducten. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit een make-up bij hun besteld. Dus mijn eerste make-up bestelling bij hun. En ja, zit zo'n allemaal in een hele mooie roze barbierisje. Die doen ze even aan de zijkant. En deze is de doos. Is heel makkelijk te openen. En hier heb ik de collectie binnen. Kijk eens aan. Nou, niet het hele collectie. Aantal dingen eerlijk gezegd. En zo kwam die binnen. En helemaal netjes in de verpakking. En dit vind ik echt heel leuk. Deze staat hier ook de naam van de Boozy Shop. Kijk eens aan. Heel leuk. Echt heel mooi. Mooie tasje. Dat is één. Even kijken. En dan hier heb ik de aantal dingen die heb ik gekocht. Dus die gaan we open. En we gaan één voor één testen. En ik ben eerlijk gezegd benieuwd. Ik heb een aantal filmpjes voorbij gezien. Sommige mensen hebben al heel snel kunnen kopen. En gelijk testen. Maar ik was aan het bestellen. En toen was alles
uitverkocht, uitverkocht. Dus vond ik jammer. Maar ik heb ze wel gewoon bij van Things to Do. Mijn Things to Do boekje. En ik heb alles opgeschreven. En daarna heb ik ook bij hun een hartje overal gezet. En toen de collectie of de voorraad weer vol hadden kunnen bestellen. Dat vind ik jammer. Ik kon het niet gelijk bestellen. En dat was ook heel moeilijk te vinden eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb ook geprobeerd via de kruidvat. Was nog niet binnen. En aantal winkels ook was nog niet binnen. Dus ik dacht, nou, ik wacht maar even. En nu is het binnengekomen. Dus ik ben er blij mee. Deze heb ik besteld. En deze, hier begin ik mee. Deze is de Make of the Oog Eyeshadow Palette. Kijk eens aan. Heel mooi. Fantastisch. Ik vind het echt heel mooi. De kleuren allemaal. En mooi. Van binnen. En wat zit erin? Marrakesh. Oh, I love it. Marrakesh. Dan heb je echt de rode zand. Ja. Echt. En de desert. Hè? Zo'n soort desert. Sahara. Zit je helemaal in Marrakesh, Marokko. Ik zal zeggen, ja, ik ben er wel geweest op vakantie. Het was een hele mooie, mooie ervaring. En het was heel leuk. En ze hebben een soort plein. En het was echt van alles going on. Het was wel leuk. En dit is in Marrakesh Eye Palette. En als doe ik hem open... Zit hij zo van binnen. Ik zie hier eerst een spiegel. Dat vind ik altijd heel fijn. En wat de kleuren zijn echt heel mooi. Ik probeer de verpakking even open te doen. En als kan ik dat even. Zit een plastic daarover. Heel mooi. Nou, die is weg. En als ik zie. Ik zie hier de mooie kleuren. Kijk eens aan. Oh, echt. Vrolijk lintekleuren. Echt heel mooi. En ja, het past eigenlijk bij de Marrakesh-stijl, zal ik zeggen. Echt heel mooi. Hier is volgens mij, deze is zwart. Ja hoor, een zwarte oogshadow. Kijk eens aan, dat is een zwarte. En dan heb je heel mooie, echt heel mooie kleuren. Prachtig. Ja, ik ben er echt blij mee. En voor de zomer, ja, ga ik zeker heel veel gebruik van maken. Vooral de kleuren. Ik weet niet de kwaliteit, dus dat gaan we testen. Ik ben wel bekend met de Essence make-up, maar sommige dingen, soms denk ik van, nou oké, okay, dat is hem. Ik heb deze twee gekocht. En ik zal even kijken, deze zijn twee dingen en volgens mij is een... ik zal even dat even lezen. Even kijken wat zit er in allemaal. Hier is de Baby Get Bronzy. Deze. Heel mooi. Prachtig. Kijk eens aan. Is een beetje bruinachtig kleur. Is een soort stick. Kan je, is heel makkelijk denk ik om voor bronzy. Ik heb het nooit... op deze zo gebruik ik hem altijd in een zo'n bank. Een bak kan je met de kwast doen. En, maar dit is echt nieuw voor mij. Ah, het raakt lekker. Beetje fruitig. Ik weet niet wat voor fruit. Is heel erg fruitig. Ik denk meloen. Ja. Als je hebt Marrakesh hier, dan denk ik dit past erbij. Het is in ieder geval is meloenachtig. Ik weet het niet. Is fruit. In ieder geval een of andere fruit. Maar ik denk is meer meloen. Weet ik niet zeker. Maar deze. Dat is de bronzy. En we gaan naar de Get Baby Get Blush. En dat is de blush. Heel mooi. Ik heb de roze van gekocht. Echt heel mooi. Kijk eens aan. Is ook... Een stick, een soort stick. Je kan hem draaien, je kan hem open. Even. Het geur is precies hetzelfde geur. Is een beetje fruitig-achtig. Ja. Ik denk is meloen, maar ik durf het niet te zeggen. Is een fruit in ieder geval. Je raakt, het ruikt wel eens sterk. Dat vind ik wel... of is het lekker?
Dat durf ik niet te zeggen, de geur. Maar we zien het wel, hoe als gaan we dat gebruiken. En wat heb ik meer? Begin 8 tassoforen. Ik heb hier een soort aantal dingen gekocht. En even kijken, wat hebben we meer? Ik heb hier ook zo'n soort, even kijken, ik zal het even lezen. Ik heb hier een zo'n soort fixing spray. Zit er een beetje in kokos, ja, een hele, alles gaat om fruit dit keer. Dit is een kokos foto hier in het begin. Kijk eens aan. En dit is de Hello Good Stuffy. En dat is 24-hour hydro fixing spray. Dat is in. Even kijken. Oh, het ruikt naar kokos. Ja. Is een beetje fruitig collectie, denk ik. Is alles naar. Ja, is echt hele sterke kokosgeur. Ik hou van kokos en ik gebruik heel veel producten van mijn haar. Kokosproducten. Dus dit is. Het raakt lekker. Ik vind kokosgeur is ook heerlijk. Dus dat hebben we binnen. Binnen de bucket. En wat hebben we meer? Ik heb hier twee dingetjes. Even lezen. Wat is dat? Ik heb hier de liquid matte lipstick. En wat staat in? 48 of 8 uur matte lipstick. En dit is ook hetzelfde. 8 H staat hour matte lipstick. Kijk, ik heb twee van gekocht. Ik heb de beetje bordeaux rood. Deze kleur heb ik. Die vind ik echt heel beetje arbeienachtig kleur. Nee, zit geen geur in. Maar de kleur vind ik heel mooi. Dat is één. Ik zal hem even hier testen. Ja, is echt mooi diep rood. Bordeaux roodachtig. En de tweede kleur is deze. Is precies dezelfde. En even kijken, deze is iets lichter, een beetje roze, lichte roze. En dat wil ik echt mee mixen straks. Heel mooi, prachtig. Twee mooie kleuren. Wat hebben we meer? Ja, ik heb nog deze. En deze zijn Stay. Stay 14 hour. Staat 14 hour, zie je, 14 hour. En dat is een soort, even kijken, concealer. Beetje licht voor mij. Ja, ik zal hem even laten zien. Hoe ziet hij de kleur? Ik zal hem even lezen, wat staat er daarop? Als het goed is, ik heb gelezen, is waterproof. En staat er hier stay 24 hour, 14. Is dat 24 hour en staat naast H4. En dat is 14 H of H, hour. En is waterproof. Dus deze heb ik. Is een beetje een soort concealer. En het komt in deze kleur. Ziet er goed uit, eerlijk gezegd. Misschien is het te licht voor mij. Ik heb een beetje de beige-achtige kleur gekozen. Dus dan gaan we straks even kijken of is dat echt ook zoals had ik in mijn gedachten. En ik heb hier wimpers. Deze wimpers gekocht. Leuk, leuk, leuk. En wat staat erin? Er staat Light as a Leather 3D Fix Mini Lash. En dat is Light Up Your Day. En deze gaan we tried. Nou, amazing. Leuke dingen. We gaan het proberen. Even kijken, wat heb ik? Ik heb nog niks op, dus ik ga eerst mijn foundation en, aanbrengen. En ik ga nog de concealer samen met jullie gebruiken, maar eerst mijn foundation. En ik ben er zo terug. Oh, voor ik vergeet, ik heb een aantal dingen besteld bij AliExpress. En is net binnen. Dus ik ga even kijken. Volgens mij, ik heb zo'n foundation brush besteld. Of een foundation kwast.
Even kijken, is wat de foundation gloss binnen. Een aantal dingen die vond ik echt leuk bij Arix en Bres. Even kijken. Moeilijk om te krijgen. Nee, dat zijn hele andere dingen dan wat heb ik vandaag. Ik heb wel een brush. Deze moet er zijn. Even kijken. Ja hoor. Ja, dat zijn ze. Concealer en foundation. Heb ik net bij AliExpress besteld. En ze zijn net binnen, dus ik ben benieuwd. Misschien kan ik ze gelijk ook testen. Ik bestel niet zoveel bij AliExpress. Dus mijn eerste keer bij AliExpress voor een aantal dingen. Dus ik weet niet. Ik ga even kijken of er iets makkelijks open zit. Helemaal gesealed. Nou, deze is nummer 1. Nou, ziet er wel echt goed uit. Zo, een beetje vriendelijk gebruik eerlijk gezegd. Er zijn eens deze van huid. Dit is concealer brush. Kan ik gelijk gebruiken. Ik heb genoeg, maar ik denk, ik heb 3 van besteld. Dus mooi, 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 mooi. Daar gaan we gebruik van maken. Even kijken, mijn bestelling bij, ik heb 1 opmerking bij de Boozy Shop, bij de bestellingen. Ik heb ze allemaal nu zo kunnen openmaken, dus ze zijn niet echt gesealed. Dat vind ik wel jammer. Is een make-up moet je echt altijd, moet gesealed zijn. Ik weet niet of is ooit iemand, ik denk het niet, maar het idee gewoon. Ze zijn allemaal zo makkelijk open te doen, zonder sealing en de doppie. Deze ook precies hetzelfde. Ik heb het net ook zo gewoon opengemaakt. Er zit geen sealing op de doppies. Dus dat vind ik wel jammer. Dus van de Boozy Shop. Omdat make-up moet altijd gesealed zijn. Deze was het ook heel makkelijk gewoon zo open te doen. Het was geen sealing. Het was niks daarop. En dat is wel jammer. Ik ga, zoals ik zei, ga mijn foundation aanbrengen. En ik ga gebruik maken van de foundation, denk ik, deze van Pure, van Ethos, Mark Ethos. Dus we gaan kijken. Nou, ik heb foundation van Pure, van Ethos, al aangebracht. Ik ga gelijk het kwast van de AliExpress gebruiken. Een beetje lichte, denk ik, kleur, maar ik heb vandaag mijn haar heel anders gedaan en ik ga gewoon ik ga hier niks doen, omdat ik ga hier alleen maar een bronzie doen, omdat ik wel, ik heb hier wel een beetje brede voorhoofd, dus ik wil hem smaller maken, dus ik ga deze alleen aan de ene kant doen. Als het goed is heb ik nou de foundation aangebracht. Ik ga even de die gaan we testen. De 24-hour of Stay 24-hour concealer van Essen. Ik wil even een beetje een liefde geven aan de onderogen van mij. Dus ik begin iets anders dan normaal. Dus ik doe hem eerst zo. En ik wil dit even naar boven een beetje liefde. Klein beetje kijken van 1, 2, 3 en hele dunne lijn trek ik in de neus
En doe ik ook hier. Oké. En met dezelfde kwast ga ik even een beetje mijn concealer verdelen. Het is een beetje te licht voor mij, denk ik. Even kijken. Ik heb trouwens ook mijn wenkbrauwen al gedaan, dus hoef ik mijn wenkbrauwen niet te doen. Oh. Ik vind het een beetje stroevig, eerlijk gezegd. Is een beetje. Blijft wel iets achter. En dat vind ik niet leuk. Dus het is een beetje stroevig om te verdelen. Als ik zie hier, het gaat niet echt makkelijk, vind ik. Dat vind ik jammer. En ik vind de kleur is een beetje te licht bij mij. Even hier. Nee, ik vind het een beetje te heavy om te blenderen. Ik weet niet waarom, maar het blendeert niet echt lekker. Dat vind ik wel jammer. Misschien iemand anders heeft een andere mening daarover, maar bij mij blendeert niet echt zo als ik wil. En dat vind ik wel jammer. Dat is wel echt jammer. Kijk, dat is echt Alex de Bresse's spul. Is bijna op. Nee, ik weet het niet. Hoe is het echt 24 uur gaat hij blijven, maar. Ik vind het blenderen daarvan gaat niet makkelijk. Dus dat vind ik wel jammer. Ik ga geen spons gebruiken. Ik ga alleen mijn kwast gebruiken nu. Wat ga ik doen? Ik ga even snel boederen. En met boeder ga ik gebruik maken van deze. En deze is van MAC. Dat is echt mijn echte boeder. Die gebruik ik bijna dagelijks. Een merk die heb ik altijd, vind ik altijd heel fijn. En het werkt heel goed bij mij, dus ik ga even een beetje kleur aanbrengen. En het was echt nummer, deze is nummer volgens mij 45. En ik heb hem echt al jaren, is bijna op, dus. En is een hele fijne poeder. En het brengt altijd de balans bij mij. Altijd als ik gebruik een concealer, als gebruik ik een foundation en een concealer voor ander merk, gebruik ik hem altijd. Omdat brengt altijd de balans bij mij. En is echt, echt heel, heel fijn. Is echt aan te raden. En de kleur neemt gelijk ook op. Wat ga ik nou doen? Ik denk dat ik ga de bronzing, deze, even een beetje verdelen. Ik vind het jammer omdat het een soort stick is. En ik ben iemand die altijd werk ik met kwasten. Dat vind ik een beetje hygiënisch. Maar oké, dit vind ik, je moet hem echt gebruiken. Dus ik ga even ergens hier wat doen. Ik zie niks eerlijk gezegd. Ik heb wel aangebracht, maar. Misschien als iemand licht van kleur. Ja, ik zie hem wel. Ik zie wel streepjes. En dan ga ik even hier. En dan ga ik een klein beetje hier doen. Bronzie. En dan. En doe een klein beetje hier.
deze bronzen even ook nog goed blenderen. En ik gebruik ook precies dezelfde kwast iedere keer. En ik vind dat heel fijne kwast. Maar alleen is niet zo echt stevig. Ik denk dat als je moet een beetje lijmen. Omdat ik kan hem zo uit elkaar trekken. Kijk, dit is net binnen. En is gelijk ook stuk. Dus ik denk dat ik moet een klein beetje lijm daarin stoppen. En misschien blijft hij goed. Weet ik niet. Maar het is niet echt een sterk spul. Maar ach, hoeveel kost het? Ik denk dat is 2 euro zoiets heb ik gekocht. Bij Arix Brace. Maar het kwast zelf is heel fijn, eerlijk gezegd. Het is niet hard. En het werkt echt heel goed. Het blendeert ook heel goed. Alleen is het een beetje gammel. Kijk, in 5 minuten is het net binnen. Zonder van mijn 2 euro. Maar ja, in ieder geval, dit is... ik ga een klein beetje plunge hier doen. Aan de ene kant en dan hier ook. Ja, dat is echt heel mooi. Oh ja, de bronzing. Nou, het werkt goed. Ik zie hem. Ja, het blendeert lekker. Alleen het ruikt, de geur is zo sterk. Dat vind ik wel jammer. Maar het blendeert heerlijk. En het heeft wel een klein beetje... Kijk, hier heb ik gelijk een hele mooie glans. Heeft wel echt een glans. Geeft een hele mooie dekking en een glans. Ja, ziet er goed uit. Ik ga deze even aanbrengen. De geur is zo sterk. Dat vind ik wel jammer. Mag wel iets minder. Ik wil niet een fantasie look maken. Maar is het gewoon om uit te proberen wat hebben gekocht. Is echt heel mooi. De kleur is heel mooi. Kijk eens aan. Het is een beetje zacht roze. Het geeft echt hele mooie glow, eerlijk gezegd. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik ben een... De kleur vind ik mooi. De bronzing vind ik echt heel goed. Behalve dat geur. Nou, in ieder geval, dat is hem. Ik ga nu oogschaduw aanbrengen. En wat ga ik doen? Waar ga ik mee beginnen en wat ga ik doen? Ik denk, ik ga helemaal in de roze tint. Een beetje de roze, donkerroze. En de, even kijken. Zit een klein beetje, ja. Beetje donker bordeauxrood. En de zachte roze samen mixen met een klein beetje wit. Dan ga ik laten zien welke ga ik gebruiken. Even kijken, waar is mijn kwast? Ik ga denk ik deze... even kijken. Als eerst ga ik deze lichte roze kleur aanbrengen. En dat breng ik helemaal om van buiten naar binnen in de oog. Ik ga even kijken of kan ik hem even aan mijn hand laten zien. Hoe ziet hij eruit? Nee, is niet echt te zien. Ja, is hele mooie lichte roze kleur. Ik hoop dat is duidelijk te zien. Even met mijn vinger misschien meer te zien. Deze. Ja. Even kijken. Die heb ik gebruikt. Deze. Er staat geen naam bij, maar het ziet er heel mooi uit. Kijk eens aan. Ja. Die is heel mooi. Dus die ga ik even als basis op van oogschaduw brengen. Dus ik breng hem over het hele oog. Van buiten naar binnen. Ja, is echt heel mooi. Eerlijk gezegd. Is mooie, mooie zachte roze kleur. Het heeft ook heel mooie dekking. Mooie glans ook. Glans heel mooi. Ga ook
ander kan doen. Ja, is heel mooi. De kleur is echt fantastisch. Is echt heel mooi. Mooie kleur. Het blendeert heel makkelijk en is echt intens ook. Je ziet hem gelijk glow. En nu ga ik de Bordeaux, een beetje Bordeaux roosachtig, een beetje donker roze denk ik, zoiets. Ik weet niet hoe moet ik hem noemen. Is een beetje hele mooie, subtiele, ja, binkachtig, roosachtig, deze. En zo ziet hij eruit, die. En dan ga ik in de midden van de oog brengen. Kijk eens aan. Ja, ah, is heel mooi. Ja. Prachtig. Passen goed de kleuren bij elkaar. Ik ga nou de andere kant doen. Ja, is echt heel mooi. Heel mooi intens. En het mixt echt heel mooi bij elkaar, die kleuren. Prachtig. Ik ga een klein beetje blenderen, omdat ik wel even een beetje... Het is echt een hele intense kleur. En je ziet hem gelijk. Ja. Nou, deze oogschaduw wordt mijn zomer. Lintezomer van 2023. Is echt heel mooi. De oogschaduw is echt heel, heel intens. Heel mooi. Heel subtiel. I love it. Even kijken. Wat ga ik nou doen? Ik ga even onder mijn... wenkbrauwen nog wat een klein kleurtje aanbrengen. En dat doe ik met een hele zachte... even kijken, ik heb hier een hele mooie... Deze. Die heb ik ook van ooit van Boozy Shop cadeau gehad. Ik heb een bestelling gedaan. Ik zag hem net, dus ik vond hem heel mooi. Even kijken, ik ga met een hele kleine lippen. Ik ga nu... een klein beetje van deze witte... beige-achtige kleur, deze. Ja, is heel mooi. En die ga ik onder mijn wenkbrauwen even aanbrengen. Een beetje zo wordt dit. Heel mooie kleur. Ik vind de oogschaduw ballet is echt, kreeg van mij een hele dikke 9. Ja. Ze hebben wel echt hele mooie kleuren, mooie intens. Het blendeert heel mooi. Je ziet, het floot gelijk. Dus als je stuurt hem aan, dan heb je gelijk resultaat. En dat hou ik van. Dat vind ik altijd heel mooi. Echt mooi. Ja, de kleuren zijn echt... heel mooi, ik heb de wenkbrauwen al gedaan. Ik ga even snel mijn ogen, mijn zeg maar, mijn ogen eyeliner aanbrengen. En ik gebruik ook deze van Essence. Precies hetzelfde, dat is echt mijn favoriet. En die heb ik altijd bij mij, ik heb hem altijd ook in mijn tas. Ik breng even mijn wenkbrauwen iets, een bandje. Ik heb hier een wenkbrauwenborstel te vinden. En die heb ik hier. Dus ga ik even mijn wenkbrauw even snel borstelen. Kijk eens aan. Ja, is echt heel mooi. Ik ga even mijn eyeliner aanbrengen. En ik, nou ja, ik kan hem ook gelijk zo doen, denk ik. Even kijken. Maakt echt, ik vind hem altijd heel fijn van Essence, die eyeliner, omdat het maakt hele dunne lijnen. Hele fijne lijn kan je mee
is heel fijn om als een oogschade te gebruiken of een eyeliner. Omdat ik heb van de hele kleine ogen, dus dan doe ik deze. Zo is het. I love it, I love it, I love it. Ja, is heel mooi. Nou, als het goed is, ga ik deze wenkbrauwers. Die is net ook, heb ik bij de Boozy Shop. Dat is van Essen ook. Ga ik hem even aanbrengen. Het enige is de enige die gesield is. Dus ik ben even aan het kijken hoe kreeg ik hem open. Of heb ik... ik heb een schaar nodig, denk ik. Het is niet makkelijk open te krijgen. Eerlijk gezegd, het is goed gezeild. Dus ik ga even een schaar zoeken. En hier heb ik mijn schaar. Yes. Dan kan ik hem even gelijk open. The moment of the truth. Kijk eens aan. Met een hele kleine beetje glow. Dat is een... Yes, 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 yes. Ziet er heel goed uit. Dus ik ga hem aanbrengen. En ik ben zo terug. Nou, guys. Ik heb nou de... kijk eens aan. De wimpers al gebracht. Nou. Dat is de eindelijk. En trouwens, de lippen of de wimpers zijn hair te gebruiken. Dus als je koopt hem één keer, je kan hem meerdere keer gebruiken. Dus is wel echt aan te raden. Ik heb altijd moeite om met de wimpers aan te brengen. Het heeft wel even geduurd, maar de look is finished nou. Kijk eens aan. Ik ga even mijn lippen lijnen en ik ga mijn lippen nu afmaken en dan zien we. Nou, ik heb nou een lippenstel gebruikt. Die heb ik al jaren. En is in de kleur roze. Wat ga ik nou doen? Ik heb, zoals heb ik laten zien, ik heb twee kleuren. En die ga ik allebei gebruiken. Ik ga eerst mijn lippen lijnen met de donkere kleur. De matte lipstick. En die ga ik even... aan de buitenkant van de lippen. Is wel heftig. Is heel mooi. Ik hou ervan. Is heftige kleur, maar is mijn kleur. Dus ik ga even naar de lichtere lip. Die is ook mat. 24 hours of 8 hour. En die ga ik even... En de binnenkant van de lippen is echt mat. Is echt heerlijke matte lipstift, deze twee. En guys, dit is nou de eindresultaat van de Essen Lente Zomer 2023. Of zomer 2023, kijk eens aan. Ja, is echt, de kleuren zijn intens. Zijn echt heel prachtig, heel mooi. De lippenstift is echt heel mat en heel intens. Je hoeft alleen maar een klein beetje van op je lippen aan te brengen. En zie je gelijk, vloeit je lippen uit. Dit is nou de eind finishing touch. Wat vind ik van het hele... ik heb natuurlijk niet het hele collectie, maar ik heb een aantal dingen. Wat vond ik van... Wat heb ik nou allemaal gekocht en wat heb ik gebruikt? Ik heb ze natuurlijk ook laten zien. Ik vond het echt een hele mooie collectie. De kleuren zijn echt zomer, linten. Dus go for it. Deze allemaal, zeker gaan ze allemaal in mijn make-up collectie. Behalve
de concealer. Ik weet het nog niet zeker of die is bij mij past. Dat weet ik niet. Moet ik nog een aantal keren gebruiken. En ik moet ook kijken of gaat die nog ook, zoals er staat hier, 24 uur blijft die goed zitten. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Maar voor de rest, wat vond ik ook minder, de geur van deze twee. Van de Baby Got Blush en de Baby Got Bronzy. Ik vind de geur, dat is een beetje fruity. Nou, als je gebruikt hem, dan het verdwijnt, eerlijk gezegd. Dan ruik het niet zo sterk. Maar ik vond hem echt een beetje heftig, de kleuren. In het begin moest ik even aan wennen. Als je houdt van fruitige kleuren. En volgens mij is het echt een meloen. Meloenen geur. Dus go for it. Hoe langer blijft, hoe minder de geur. Of je bent ook tijdens het gebruiken. Ik heb hem gewoon maar de eerste keer, toen heb ik hem open gemaakt. En je doet hem, dan ruik je hem heel sterk. En als je begint mee te werken en aan te brengen, dan ruik je echt helemaal niks van. Dit is de laatste. De spray. En ik ben benieuwd, hoe is de spray? Het ruikt naar kokos. Maar is echt heerlijk. Ja, is echt lekker. Is fris. Is, het wordt ook zoetig. Nou, ik heb hem nu net aangebracht. Nou, 1 minuut, 2 minuten. En dan wordt het steeds zoetig, de geur. En dit is de look. I love it. I like it. En de make-up is echt, echt gorgeous. En is echt aan te raden. En ik zal zeggen bedankt voor het kijken. En via deze video leuk. Vergeet je niet te abonneren. En vergeet je niet te liken. En vergeet je niet ook duim omhoog. Zo blijf je op de hoogte van alle films die ik maak. En trouwens, ik maak 1 keer per week een film. Omdat ik heb het echt heel erg druk. Dus zodra heb ik tijd, dan laat ik van me zien. En laat ik van me weten. En ik ben benieuwd naar jullie reactie van deze look. I love it. Bedankt. Doei doei. Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe video. Deze video gaat eigenlijk over de nieuwe collectie van Essence Linta Zomer 2023. Ik heb een aantal dingen gekocht. Ik heb eerlijk gezegd niet de hele collectie gekocht. Ik heb een aantal dingen gekocht. En die wil ik samen met jullie testen. Maar voor ga ik beginnen. Ik heb een aantal dingen ook gekocht. Die heb ik echt heel hard nodig. En ik was altijd op zoek naar soort pakjes of iets voor mijn kwasten. Om mijn kwasten daarin te doen. Ik heb een hele kwastencollectie waar ik maak altijd gebruik van. Maar die zit in een soort tasje. Zoals jullie zien. En dat is niet handig. Iedere keer moest je het helemaal open en al die kwasten uit elkaar halen. En dan weer in schoonmaken en daar weer in doen. Dus die kwasten, die zijn echt heel veel. Een hele collectie. Ik ga even laten zien. Is helemaal deze. Helemaal vol met kwasten. Sommige heb ik daar weggehaald. En ik denk van nou, die kwasten moet ik iedere keer weghalen. Weer schoonmaken. Weer daar in deze tasje. Dus is heel moeilijk. Heel ingewikkeld. Iedere keer is een... soms heb je haast en je was snel klaar mee. En dat duurt heel veel. Ben je echt heel lang mee bezig. Dus ik dacht, nou, wat ga ik doen? Ik heb zo'n bakje bij Blokker gekocht. Eerlijk gezegd, ik had zo'n pakjes in mijn badkamer. En deze heb ik gekocht bij de Blokker. Die heb ik net gekocht. En deze bakje is echt, kost 19 euro, geloof ik, of 15 euro, zoiets. En wat vind ik leuk van die bakjes, is heel makkelijk te schuiven. Is makkelijk om alles... makkelijk te verdelen daarin. Er zit een aantal vakjes erin. Kijk eens aan. Dit is hem. Ik ga even deze briefje ook een beetje. Deze ook een beetje weghalen. Misschien is het duidelijk te zien. En zo zit hij van binnen. Ze verdeelt in vakjes. Deze kan je weghalen. En hier kan je hem ook nog kleiner maken. En hier kan je de kwasten verdelen. Dus ben ik blij mee. En heel handig om te hebben in huis. Voor
Voor je make-up, voor je kwasten, voor alles is echt heel, heel verdelig. En is heel makkelijk ook. Je kan hem altijd zo sjouwen naar de badkamer. Alle kwasten schoonmaken en dan weer alles daarin terug. Is fantastisch. I love it. En wat heb ik nog meer? Ik heb deze Lash Glow. Heb ik bij de Kruidvat gekocht, eerlijk gezegd. Ik heb hem nog niet gebruikt, dat is echt nog niet nieuw. En die ga ik nog een keer, andere keer testen. Maar wat heb ik eigenlijk? Heb ik de hele collectie, of aantal dingen van de collectie van Essence gekocht bij de Boothie Shop. Kijk eens aan, het is heel een kleine doosje. Wat is jammer, heb ik hem open en viel helemaal uit elkaar. Dat is één. En als ik doe hem open, kreeg ik eerst deze kaart. Ik vind hem een heel leuke kaart. Kijk, samen van de Boozy Shop kreeg je daarbij. En wat zit erin? The best things come in card picking. Kijk, samen. Dat is hem. En daarachter zat iemand, heeft zijn handtekening. En ik weet niet wie heeft het ingepakt volgens mij. Die heeft de spullen ingepakt. Die heeft deze zo gedaan. Heel mooi. Heel netjes. En boven zat de Boozy Shop. Ik kan de Boozy Shop. Ik bestel een aantal haarproducten. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit een make-up bij hun besteld. Dus mijn eerste make-up bestelling bij hun. En ja, zit zo'n allemaal in een hele mooie roze barbierissie. Die doen ze even aan de zijkant. En deze is de doos. Is heel makkelijk te openen. En hier heb ik de collectie binnen. Kijk eens aan. Nou, niet het hele collectie. Aantal dingen eerlijk gezegd. En zo kwam die binnen. En helemaal netjes in de verpakking. En dit vind ik echt heel leuk. Deze staat hier ook de naam van de Boozy Shop. Kijk eens aan. Heel leuk. Echt heel mooi. Mooie tasje. Dat is één. Even kijken. En dan hier heb ik de aantal dingen die heb ik gekocht. Dus die gaan we open. En we gaan één voor één testen. En ik ben eerlijk gezegd benieuwd. Ik heb een aantal filmpjes voorbij gezien. Sommige mensen hebben al heel snel kunnen kopen. En gelijk testen. Maar ik was aan het bestellen. En toen was alles uitverkocht. Dus vond ik jammer. Maar ik heb ze wel gewoon bij Things to Do. Mijn Things to Do boekje. En ik heb alles opgeschreven. En daarna heb ik ook bij hun een hartje overal gezet. En toen de collectie of de voorraad weer vol had ik kunnen bestellen. Dat vind ik jammer. Ik kon het niet gelijk bestellen. En het was ook heel moeilijk te vinden eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb ook geprobeerd via de Kruidvat. Was nog niet binnen. En aantal winkels ook was nog niet binnen. Dus ik dacht, nou, ik wacht maar even. En nu is het binnengekomen. Dus ik ben er blij mee. Deze heb ik besteld. En deze, hier begin ik mee. Deze is de make-up of de oog eyeshadow ballet. Kijk eens aan. Heel mooi, fantastisch. Ik vind het echt heel mooi, de kleuren allemaal. En mooi van binnen. En wat zit erin? Marrakesh. Oh, I love it. Marrakesh, dan heb je echt de rode zand. Ja, echt. En de desert, hè? Zo'n soort desert, zo'n haar. Zit je helemaal in Marrakesh, Marokko. Ik zal zeggen, ja, ik ben er wel geweest op vakantie. Het was een hele mooie, mooie ervaring. En het was heel leuk. En ze hebben een soort plein. En het was echt van alles going on. Het was wel leuk. En dit is in Marrakesh Eye Ballet. En als doe ik hem open, zit hij zo van binnen. Ik zie hier eerst een spiegel. Dat vind ik altijd heel fijn. En wat de kleuren zijn echt heel mooi. Ik probeer de verpakking even open te doen. En als kan ik dat even. Zit een plastic daarover. Heel mooi. Nou, die is weg. En als ik zie. Ik zie hier de mooie kleuren. Kijk eens aan. Oh, echt. Vrolijk lintekleuren. Echt heel mooi.
En ja, het past eigenlijk bij de Marrakesh-stijl, zal ik zeggen. Echt heel mooi hier. En volgens mij, deze is zwart. Ja hoor, een zwarte eyeshadow. Kijk eens aan, dat is een zwarte. En dan heb je heel mooie, echt heel mooie kleuren. Prachtig. Ja, ik ben er echt blij mee. En voor de zomer, ja, ga ik zeker heel veel gebruik van maken. Vooral de kleuren. Ik weet niet de kwaliteit, dus dat gaan we testen. Ik ben wel bekend met de Essence make-up, maar sommige dingen, soms denk ik van, nou, oké, dat is hem. Ik heb deze twee gekocht. En ik zal even kijken. Deze zijn twee dingen. En volgens mij is een. Ik zal even dat even lezen. Even kijken wat zit er in allemaal. Hier is de Baby Get Bronzy. Deze. Heel mooi, prachtig. Kijk eens aan. Is een beetje bruinachtig kleur. Is een soort stick. Kun je. Is heel makkelijk, denk ik, om voor bronzen. Ik heb het nooit op deze zo gebruikt. Ik heb hem altijd in een zo'n bank. En wat kan je met de kwast doen? Maar dit is echt nieuw voor mij. Ah, het ruikt lekker. Beetje fruitig. Ik weet niet wat voor fruit. Is heel erg fruitig. Ik denk meloen. Ja. Als je hebt Marcus hier, dan denk ik dit past erbij. Het is in ieder geval is meloenachtig. Ik weet het niet. Is fruit. In ieder geval een of andere fruit. Maar ik denk is meer meloen. Weet ik niet zeker. Maar deze. Dat is de bronzy. En we gaan naar de Baby Get Blush. En dat is de blush. Heel mooi. Ik heb de roze van gekocht. Echt heel mooi. Kijk eens aan. Is ook een stick. Een soort stick. Je kan hem draaien. Je kan hem open. Even. Het geur is precies hetzelfde geur. Is een beetje fruitigachtig. Ja. Ik denk is meloen. Maar ik durf het niet te zeggen. Is een fruit in ieder geval. Het ruikt wel eens sterk. Dat vind ik wel. Of is het lekker? Dat durf ik niet te zeggen, de geur. Maar we zien het wel. Hoe als gaan we dat gebruiken? En wat heb ik meer? Begin achter Sephora. Ik heb hier een soort aantal dingen gekocht. En even kijken, wat hebben we meer? Ik heb hier ook. Zo'n soort. Even kijken, ik zal het even lezen. Ik heb hier een zo'n soort fixing spray. Zit er een beetje in kokos. Ja, een hele. Alles gaat om fruit dit keer. Dit is een kokos foto hier in het begin. Kijk eens aan. En dit is de Hello Good Stuffy. En dat is 24-hour hydro. Fixing spray. Dat is hem. Even kijken. Oh, het ruikt naar kokos. Ja. Is een beetje fruitig collectie, denk ik. Is alles naar. Ja, is echt hele sterke kokosgeur. Ik hou van kokos en ik gebruik heel veel producten van mijn haar. Kokosproducten. Dus dit is. Het ruikt lekker. Ik vind kokosgeur is ook heerlijk. Dus dat hebben we binnen. Binnen de bucket. En wat hebben we meer? Ik heb hier twee dingetjes. Even lezen. Wat is het? Ik heb hier de Liquid Matte Lipstick. En wat staat in? 48 of 8 uur matte lipstick. En dit is ook hetzelfde. 8 H staat hour matte lipstick. Kijk, ik heb twee van gekocht. Ik heb de beetje bordeaux rood. Deze kleur heb ik. Die vind ik echt heel een beetje arbaieachtig kleur.
Nee, er zit geen geur in, maar de kleur vind ik heel mooi. Dat is één. Ik zal hem even hier testen. Ja, is echt mooi diep rood. Bordeaux roodachtig. En de tweede kleur is deze. Is precies dezelfde. En even kijken. Deze is lichter. Een beetje roze. Lichte roze. En dat wil ik echt mee mixen straks. Heel mooi. Prachtig. Twee mooie kleuren. Wat hebben we meer? Ja, ik heb nog deze. En deze zijn Stay. Stay 14 hour. Staat 14 hour. Ze is 14 hour. En dat is een soort, even kijken, concealer. Beetje licht voor mij. Ja, ik zal hem even laten zien. Hoe ziet hij de kleur? Ik zal hem even lezen. Wat staat er daarop? Als het goed is, ik heb gelezen, is waterproof. En staat er hier Stay 24 hour 14. Is dat 24 hour en staat naast H4. En dat is 14H of H hour. En is waterproof. Dus deze heb ik. Is een beetje een soort concealer. En het komt in deze kleur. Ziet er goed uit, eerlijk gezegd. Misschien is het te licht voor mij. Ik heb een beetje de beige-achtige kleur gekozen. Dus dan gaan we straks even kijken of is dat echt ook zoals had ik in mijn gedachten. En ik heb hier wimpers. Deze wimpers gekocht. Leuk, leuk, leuk. En wat staat erin? Er staat light as a leather. 3D Fix Mini Lash. En dat is Light Up Your Day. En deze gaan we tried. Nou, amazing. Leuke dingen. We gaan het proberen. Even kijken. Wat heb ik? Ik heb nog niks op. Dus ik ga eerst mijn foundation en, aanbrengen. En ik ga nog de concealer samen met jullie gebruiken. Maar eerst even mijn foundation. En ik ben er zo terug. Oh, ik vergeet. Ik heb een aantal dingen besteld bij AliExpress. En is net binnen. Dus ik ga even kijken. Volgens mij, ik heb zo'n foundation brush besteld. Of een foundation kwast. Even kijken, is wat de foundation kwast binnen? Een aantal dingen, die vond ik het leuk bij AliExpress. Even kijken. Moeilijk om te krijgen. Nee, dat zijn hele andere dingen dan wat heb ik vandaag. Ik heb wel een brush. Deze moet er zijn. Even kijken. Ja hoor. Dat zijn ze. Concealer en foundation. Heb ik net bij AliExpress besteld. En ze zijn net binnen. Dus ik ben benieuwd. Misschien kan ik ze gelijk ook testen. Ik bestel niet zoveel bij AliExpress. Dus mijn eerste keer bij AliExpress voor een aantal dingen. Dus ik weet niet. Ik ga even kijken of er iets makkelijks open zit. Helemaal gesealed. Nou, deze is nummer 1. Nou, ziet er wel echt goed uit. Zo, een beetje vriendelijk gebruik eerlijk gezegd. Er zijn eens deze van huid. Dit is concealer brush. Kan ik gelijk gebruiken. Ik heb genoeg, maar ik denk, ik heb 3 van besteld. Dus mooi, 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 mooi. Daar gaan we gebruik van maken. Even kijken, mijn bestelling bij, ik heb 1 opmerking bij de Boozy Shop, bij de bestellingen. Ik heb ze allemaal nu zo kunnen openmaken, dus ze zijn niet echt gesealed. Dat vind ik wel jammer. Is een make-up moet je echt altijd, moet gesealed zijn. Ik weet niet of is ooit iemand, ik denk het niet, maar het idee gewoon, ze zijn allemaal zo makkelijk open te doen zonder sealing en de doppie. Deze ook precies hetzelfde. Ik heb het net ook zo gewoon opengemaakt. Er zit geen sealing op de doppie. Dus dat vind ik wel jammer.
Dus van de Booty Shop. Omdat make-up moet altijd gesield zijn. Deze was het ook heel makkelijk gewoon zo open te doen. Het was geen sealing, het was niks daarop. En dat is wel jammer. Ik ga, zoals ik zei, ik ga mijn foundation aanbrengen. En ik ga gebruik maken van de foundation, denk ik, deze van Pure van Ethos, Marc Ethos. Dus we gaan kijken. Nou, ik heb foundation van Pure van Ethos al aangebracht. Ik ga gelijk het kost van de AliExpress gebruiken. Een beetje lichte, denk ik, kleur, maar ik heb vandaag mijn haar heel anders gedaan en ik ga gewoon ik ga hier niks doen, omdat ik ga hier alleen maar een bronzie doen, omdat ik heb hier wel een beetje brede voorhoofd, dus ik wil hem smaller maken, dus ik ga deze alleen aan de ene kant doen. Als het goed is, heb ik nou de foundation aangebracht. Ik ga even de Die gaan we testen. De 24-hour of Stay 24-hour concealer van Essence. Ik wil even een beetje mijn een lifting geven aan de onderogen van mij. Dus ik begin iets anders dan normaal. Dus ik doe hem eerst zo. En ik wil dit even naar boven een beetje liften. Klein beetje kijken van 1, 2, 3 en hele dunne lijn trek ik in de neus en doe ik ook hier en met dezelfde kwast ga ik even een beetje mijn concealer verdelen. Het is een beetje te licht voor mij, denk ik. Even kijken. Ik heb trouwens ook mijn wenkbrauwen al gedaan, dus hoef ik mijn wenkbrauwen niet te doen. Oh, ik vind het een beetje stroevig, eerlijk gezegd. Is een beetje. Blijft wel iets achter. En dat vind ik niet leuk. Het is een beetje stroevig om te verdelen. Als ik zie hier, het gaat niet echt makkelijk, vind ik. Dat vind ik jammer. En ik vind de kleur is een beetje te licht bij mij. Even hier. Nee, ik vind het een beetje is te heavy om te blenderen. Ik weet niet waarom, maar het blendeert niet echt lekker. Dat vind ik wel jammer. Misschien iemand anders heeft een andere mening daarover, maar bij mij blendeert niet echt zo als ik wil. En dat vind ik wel jammer. Dat is wel echt jammer.
Kijk, dat is echt Alex en Bresse spul. Is bijna op. Nee, ik weet het niet. Hoe is het echt 24 uur gaat hij blijven, maar ik vind het blenderen daarvan gaat niet makkelijk. Dus dat vind ik wel jammer. Ik ga geen spons gebruiken. Ik ga alleen mijn kwast gebruiken nu. Wat ga ik doen? Ik ga even snel boeder. En met boeder ga ik gebruik maken van deze. En deze is van MAC. Dat is echt mijn echte boeder. Die gebruik ik bijna dagelijks. Een merk die heb ik altijd. Vind ik altijd heel fijn. En het werkt heel goed bij mij. Dus ik ga even een beetje. Een klein beetje. Een beetje kleur aanbrengen. En het was echt nummer. Deze is nummer. Volgens mij 45. En ik heb hem echt al jaren. Is bijna op. Dus. En is een hele fijne poeder. En het brengt altijd de balans bij mij. Altijd. Als ik gebruik een concealer, als gebruik ik een foundation en een concealer voor ander merk, gebruik ik hem altijd. Omdat brengt altijd de balans bij mij. En is echt heel, heel fijn. Is echt aan te raden. En de kleur neemt gelijk ook op. Wat ga ik nou doen? Ik denk dat ik ga de bronzing, deze, even een beetje verdelen. Ik vind het jammer, omdat het is een soort stick. En ik ben iemand die altijd werk ik met kwasten. Dat vind ik een beetje hygiënisch. Maar oké, okay, dit vind ik, je moet hem echt gebruiken. Dus ik ga even ergens hier wat doen. Ik zie niks, eerlijk gezegd. Ik heb wel aangebracht, maar. Misschien als iemand licht van kleur. Ja, ik zie hem wel. Ik zie wel streepjes. En dan ga ik even hier. En dan ga ik een klein beetje hier doen. Bronzing. En dan. En dan een klein beetje hier. Dan ga ik even deze bronzing even. Ook nog goed blenderen. En ik gebruik ook precies dezelfde kwast iedere keer. En ik vind dat heel fijne kwast. Maar alleen is niet zo echt stevig. Ik denk dat. Als je moet een beetje lijmen, omdat ik kan hem zo uit elkaar trekken. Kijk, dit is net binnen. En is gelijk ook stuk. Dus ik denk dat ik moet een klein beetje lijm daarin stoppen. En misschien blijft hij goed. Weet ik niet, maar is niet echt een sterk spul. Maar ach, hoeveel kost het? Ik denk dat is 2 euro zoiets heb ik gekocht. Bij AliExpress. Maar. Het kwast zelf is heel fijn, eerlijk gezegd. Is niet hard. En het werkt echt heel goed. Het blendeert ook heel goed. Alleen is het een beetje gammel. Kijk, in 5 minuten is net binnen. Zonder van mijn 2 euro. Maar ja, in ieder geval, dit is. Ik ga een klein beetje blush hier doen. Aan de ene kant. En dan hier ook. Ja, dat is echt heel mooi. Oh ja, de bronzing. Nou, het werkt goed. Ik zie hem. Ja, het blendeert lekker. Alleen het ruikt, de geur is zo sterk. Dat vind ik wel jammer. Maar het blendeert heerlijk. En het heeft wel een klein beetje. Kijk, hier heb ik gelijk een hele mooie glans. Heeft wel echt een glans. Geeft een hele mooie dekking en een glans. Ja, ziet er goed uit. Ik ga deze even aanbrengen. De geur is zo sterk. Dat vind ik wel jammer. Mag wel iets minder.
wil niet een fantasie look maken, maar is het gewoon om uit te proberen wat we hebben gekocht. Is echt heel mooi. De kleur is heel mooi. Kijk eens aan. Het is een beetje zacht roze. Het geeft echt hele mooie, mooie glow, eerlijk gezegd. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik ben een... De kleur vind ik mooi. De bronzie vind ik echt heel goed. Behalve dat geur. Nou, in ieder geval, dat is hem. Ik ga nu oogschaduw aanbrengen. En wat ga ik doen? Waar ga ik mee beginnen en wat ga ik doen? Ik denk, ik ga helemaal in de roze tint. Een beetje de roze, donkerroze. En de, even kijken. Zit een klein beetje, ja. Beetje donker bordeauxrood. En de zachte roze samen mixen met een klein beetje wit. Dan ga ik laten zien welke ga ik gebruiken. Even kijken, waar is mijn kwast? Ik ga, denk ik, deze... even kijken. Als eerst ga ik deze lichte roze kleur aanbrengen. En dat breng ik helemaal om van buiten naar binnen in de oog. En ik ga even kijken of kan ik hem even aan mijn hand laten zien. Hoe ziet hij eruit? Nee, is niet echt te zien. Ja, is hele mooie lichte roze kleur. Ik hoop dat is duidelijk te zien. Even met mijn vinger misschien meer te zien. Deze. Ja. Even kijken. Die heb ik gebruikt. Deze. Er staat geen naam bij, maar het ziet er heel mooi uit. Kijk eens aan. Ja. Die is heel mooi. Dus die ga ik even als basis op van oogschaduw brengen. Dus ik breng hem over het hele oog. Van buiten naar binnen. Ja, is echt heel mooi, eerlijk gezegd. Is mooie, mooie, zachte roze kleur. Het heeft ook heel mooie dekking. Mooie, mooie glans ook. Glans heel mooi. Ik ga ook de andere kant doen. Ja, is heel mooi. De kleur is echt fantastisch. Het is echt heel mooi. Mooie kleur. Het blendeert heel makkelijk en is echt intens ook. Je ziet hem gelijk glow. En nu ga ik de bordeaux, een beetje bordeaux roosachtig, een beetje donker, donkerroze denk ik, zoiets. Ik weet niet hoe moet ik hem noemen. Is een beetje hele mooie, subtiele, ja... Binkachtig, roosachtig, deze. En zo ziet hij eruit. Die. En dan ga ik in de midden van de oog brengen. Kijk eens aan. Ja, ah, is heel mooi. Ja. Prachtig. Passen goed de kleuren bij elkaar. Ik ga nou de andere kant doen. Is echt heel mooi. Heel mooi intens. En het mixt echt heel mooi bij elkaar, die kleuren. Prachtig. Ik ga een klein beetje blenderen, want ik wil even een beetje... Het is echt een hele intense kleur. En je ziet hem gelijk. Ja. Nou, deze oogschaduw wordt mijn zomer... Linte zomer van 2023. Is echt heel mooi. De oogschaduw is echt heel, heel intens. Heel mooi. Heel subtiel. I love it. Even kijken. Wat ga ik nou doen? Ik ga even onder mijn wenkbrauwen nog wat een klein kleurtje aanbrengen. En dat doe ik met een hele zachte... even kijken. Ik heb hier een hele mooie... Deze...
Die heb ik ook van ooit van Boozy Shop cadeau gehad. Ik heb een bestelling gedaan. Ik zag hem net, dus ik vond hem heel mooi. Even kijken, ik ga met een hele kleine lippen. Ik ga nu een klein beetje van deze witte, beige-achtige kleur. Deze. Ja, is heel mooi. En die ga ik onder mijn wenkbrauwen even aanbrengen. Een beetje. Zo wordt dit. Heel mooie kleur. Ja. Ik vind de oogschaduw ballet is echt, kreeg van mij een hele dikke 9. Ja. Ze hebben wel echt hele mooie kleuren. Mooi intens. Het blendeert heel mooi. Je ziet, het vloot gelijk. Dus als je stuurt hem aan, dan heb je gelijk resultaat. En dat hou ik van. Dat vind ik altijd heel mooi. Echt mooi. Ja, de kleuren zijn echt heel mooi. Ik heb de wenkbrauwen al gedaan. Ik ga even snel mijn ogen. Mijn, zeg maar, mijn ogen eyeliner aanbrengen. En ik gebruik ook deze van Essence. Precies hetzelfde, dat is echt mijn favoriet en die heb ik altijd bij mij, heb hem altijd ook in mijn tas. Ik breng een van mijn wenkbrauwers iets, een bandje. Ik heb hier een wenkbrauwer borstel te vinden en die heb ik hier, dus ga ik even mijn wenkbrauw even snel borstelen. Kijk zo. Ja, is echt heel mooi. Ik ga even mijn eyeliner aanbrengen en ik kan hem ook gelijk zo doen, denk ik. Even kijken. Maakt echt, ik vind hem altijd heel fijn van Essen, die eyeliner, omdat het maakt hele dunne lijnen. Hele fijne lijn kan je mee. Is heel fijn om als een oogschade te gebruiken, of een eyeliner. En omdat ik heb van de hele kleine ogen, dus dan doe ik deze. Zo is het. I love it, I love it, I love it. Ja, is heel mooi. Nou, als het goed is, ga ik deze wenkbrauwers. Die is net ook, heb ik bij de Boozy Shop. Dat is van Essen ook. Ga ik hem even aanbrengen. Het enige is de enige die gesield is. Dus ik ben even aan het kijken hoe kreeg ik hem open. Of heb ik... Ik heb een schaar nodig, denk ik. Is niet makkelijk open te krijgen. Eerlijk gezegd, is goed gezeild. Dus ik ga even een schaar zoeken. En hier heb ik mijn schaar. Yes. Kan ik hem even gelijk open. The moment of the truth. Kijk eens aan. Met een hele kleine beetje glow. Dat is een. Yes, 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 yes. Ziet er heel goed uit. Dus ik ga hem aanbrengen. En ik ben zo terug. Nou, guys. Ik heb nou de. Kijk eens aan. De wimpers al gebracht. Zo, nou. Dat is de eindelijk. En trouwens, de lippen of de wimpers zijn hair te gebruiken. Dus als je koopt hem één keer, je kan hem meerdere keer gebruiken. Dus is wel echt aan te raden. Ik heb altijd moeite om met de wimpers aan te brengen. Het heeft wel even geduurd, maar de look is finished nou. Kijk eens aan. Ik ga even mijn lippen lijnen en ik ga mijn lippen nu afmaken en dan zien we ze.
Nou, ik heb nou een lippenstift gebruikt. Die heb ik al jaren en is in de kleur roze. Wat ga ik nou doen? Ik heb, zoals heb ik laten zien, ik heb twee kleuren en die ga ik allebei gebruiken. Ik ga eerst mijn lippen lijnen met de donkere kleur, de matte lipstick. En die ga ik even aan de buitenkant van de lippen. Is wel heftig. Is heel mooi. Ik hou ervan. Is heftige kleur, maar is mijn kleur. Dus ik ga even naar nou, de lichtere lip. Die is ook mat. 24 hours of 8 hour. En die ga ik even. En de binnenkant van de lippen is echt mat. Is echt heerlijke matte lipstift, deze twee. Guys, dit is nou de eindresultaat van de Essence Lente Zomer 2023 of Zomer 2023. Kijk eens aan. Ja, is echt, de kleuren zijn intens. Zijn echt heel prachtig, heel mooi. De lippenstift is echt heel mat en heel intens. Je hoeft alleen maar een klein beetje van op je lippen aan te brengen. En zie je gelijk, vloeit je lippen uit. Ja, dit is nou de finishing touch. Wat vind ik van het hele. Ik heb natuurlijk niet het hele collectie, maar ik heb een aantal dingen. Wat vond ik van. Wat heb ik nou allemaal gekocht en wat heb ik gebruikt? Ik heb ze natuurlijk ook laten zien. Ik vond het echt een hele mooie collectie. De kleuren zijn echt zomer, linten. Dus go for it. Deze allemaal, zeker gaan ze allemaal in mijn make-up collectie. Behalve de concealer. Ik weet het nog niet zeker of die is bij mij past. Dat weet ik niet. Moet ik nog een aantal keren gebruiken. En ik moet ook kijken of gaat die nog ook. Zoals er staat hier 24 uur blijft die goed zitten. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Maar voor de rest. Wat vond ik ook minder. De geur van deze twee. Van de Baby Got Blush. En de Baby Got Bronzy. Ik vind de geur. Dat is een beetje fruitig. Nou, als je gebruikt hem dan het verdwijnt, eerlijk gezegd, dan ruik het niet zo sterk. Maar ik vond hem echt een beetje heftig, de kleuren. In het begin moest ik even aan wennen. Als je houdt van fruitige kleuren, en volgens mij is het echt een meloen. Meloenen geur. Dus go for it. Hoe langer blijft, hoe minder de geur. Of je bent ook tijdens het gebruiken. Ik heb hem gewoon maar de eerste keer, toen heb ik hem open gemaakt. En je doet hem, dan ruik je hem heel sterk. En als je begint mee te werken en aan te brengen, dan ruik je echt helemaal niks van. Dit is de laatste. De spray. En ik ben benieuwd, hoe is de spray? Het ruikt naar kokos. Maar is echt heerlijk. Ja, is echt lekker. Is fris. Het wordt ook zoetig. Nou, ik heb hem nu net aangebracht. Nou, 1 minuut, 2 minuten. En dan wordt het steeds zoetig, de geur. En dit is de look. I love it. I like it. En de make-up is echt gorgeous.
En is echt aan te raden. En ik zal zeggen bedankt voor het kijken. En via deze vind je leuk. Vergeet je niet te abonneren. En vergeet je niet te liken. En vergeet je niet ook duim omhoog. Zo blijf je op de hoogte van alle films die ik maak. En trouwens, ik maak 1 keer per week een film. Omdat ik heb het echt heel erg druk. Dus zodra heb ik tijd, dan laat ik van me zien. En laat ik van me weten. En ik ben benieuwd naar jullie reactie van deze leuk, I love it. Bedankt. Doei doei.